Het Pinkpop-icoon. Twee zelfs, heb ik net gehoord. Ene, hier. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja, dat is eigenlijk gemaakt. In begin jaren 70, 73 is gemaakt door een collega van Jan Smeerts, de tekenaar, Bert Abel uit Eindhoven. En dat is eigenlijk gewoon als pop getekend. En bij 35 jaar Pinkpop, toen dacht van, hé, laten we eens een echte pop maken. En dat is ze dus. En allerlei rommelmarkten afgegangen, want de handjes moeten zo. En niet zo. Hè? Toen een gezichtje, want dat moet get groter zijn als de pop. En dan houden ze een klein uitje, dat voor echte ogen van een etalagepop. Dus ganse grote erin gezet. En toen, ja, toen begon ze te leken. En hoe eerlijk net, Geert besteedt ook een Pinkpop-icoon. Kun je dat eens toelichten? Nou ja, toevallig wordt het zo dat in 1970 de eerste Pinkpop hou ik net in de filmcamera. Ik denk, dat ze gaat vriend filmen. Ja, we zien dat ze op de bühne koos. En dat vier jaar daarna nog. Dus allemaal die films opgenomen. Dus je hebt eigenlijk geschiedenis geschreven met Pinkpop? Ja, op die manier wel. Met trots zit heel veel zorg van. Die hebben allemaal die opnames. Veers in het enigste popfestival ter wereld. Waar vanaf de eerste uitgave bewegende beelden in kleur zijn. Niet voor Paul McCartney. Nee, niet zo dat ding. Rammstein. Richtig. En Red Hot Chili Peppers. Ga ik voor Rammstein. Rammstein, ja? Ja. Paul McCartney en dat is allemaal van de oude stempel, dat is niet van mijn generatie. Hou ik niet van. Het eerste keertje. Gefeliciteerd. Dank je. Dank je. Wie voelt dat? Ja, goed. Geweldig. Opgelucht. En dan nog door Mr. Pinkpop hemzelf. Ja, ook leuk. Ja. Mooie bijkomstigheid. Ja, leuk. Wachten waard geweest. Ja, altijd. En dan mag ik naar Pinkpop. Het eerste keertje verkocht naar de rug. Blijft dat altijd een speciaal moment? Dat is ik kan me nog herinneren, het eerste keer dat ik ooit verkocht voor een concert van Prins in Maastricht. Theater de Vrijdorf, met een kilometer mensen in de riestongen. Dat geeft, en ook Pinkpop, dat geeft altijd een bepaald moment. Joh. Dan is de kop voor ons, de kop eraf. Dit jaar is ook een mooi programma. Wie heb je dat voor elkaar gekregen? Er zijn 6, 7 mensen de hele jaar mee bezig. En het is ontzettend moeilijk ook dit jaar geweest dat we proberen de balans te brengen in alle dagen, voor alle mensen, voor 3 generaties. En dan vallen ook sommige groepen af waarvan ik dan zeg tegen de programmacommissie, potverdomme, waarom heb ik dat niet gepakt? We kennen maar 44 groepen hebben, dus dat is een probleem. Pinkpop Het wil alle groepen het maximale aantal mensen geven. En dat betekent ook dat we niet, zoals sommige festivals kunnen zeggen, we hebben 150 groepen. Maar die kennen ze toch niet zien. Wie heb je Paul McCartney gestrikt? Want dat is toch wel een dingetje geweest, hè, afgelopen week? Dat was afgelopen jaren al een punt van waarvoor we het gehad hebben. En daarom is het altijd heel gevaarlijk. Als je die 3 letse namen hebt ingevuld, dan kan ik Paul McCartney niet bellen. Wie het of de manager. Want dan heb ik geen headline positie te vergeven. En dat heet het om. Je moet een headline positie hebben. Interessant blijven om de nooit toe te laten komen. Maar ook voor dat is, moet het interessant blijven. Wel een leuk feestje, dankjewel. Hopelijk, oké, dankjewel. Hoe lang stond Sally? Gisterochtend, 11:30, 12:30, ze gaat worden weer. Dus heb je bijna 24 uur gestangen? Ja. Je bent de nacht doorgekomen? Koud, heel koud, ja. Heb ze waar? Ja, ik heb ze, ik kan zeker nog naar Pinkpop gaan. Wat die armen zijn in de hand in de kamer, want er staat een 1 op, hè, zelfs. Ja, zeker. Heb je dat zelf gedaan, ongerein, of is dat afgesproken? Ja, eigenlijk dat iedereen weet dat. De eerste dat schrijft zijn nummer op de hand en geeft het door naar de volgende. En de mensen van de winkel houden zich daar aan, iedereen in de rij. Dat is wel netjes. En maar voor welke band heb ze nu eigenlijk al die keertjes gekocht? Ja, in principe niks speciaals, maar Red Hot Chili Peppers wil ik gewoon echt gaan zien. Die vind ik wel vet. Sunset.